Welkom bij Jan de Geen Pijl Vakantieman. We zijn hier op het Buikslotermeerplein om te vragen aan de bevolking. Waar ligt toch Moldavië, dat prachtige landje, wat zo nodig van Brussel bij de EU moet komen? Zoek maar op de kaart. Moldavië. Dan komen we hier in de buurt. Ja, precies. Ze willen alles bij de EU, hè? Als wij maar betalen. Kom maar eventjes hiervoor met het wagentje zo. Zo, ja, goed zo. Niet omver rijden. Krijgt u van mij een stokkie. En dan moet u even Moldavië aanwijzen. Oh, gode. Ergens daar. Italië? Nou, daar ligt het dan eentje boven, hè? Ja, ja, dat is Italië, met de hoofdstad Parijs. Ja. Waar ligt Nederland? Eén van deze landen zijn. Hier heeft u het stokje. Ja. En wijst u eens eventjes Moldavië aan. Volgens mij moet het hier zitten. Ja, en dat is Rusland. Rusland? Oh, dan moet je eronder. Oh ja, dat is Turkije. Gaat lekker. Maar gezien de politieke criminelen dat de Europeanen zijn, zou ik Moldavië niet suggereren dat ze bij ons komen. Spanje. Nee, Gerrit. Je moet niet mee. Je gaat veel te hoog. Spanje. Nee, Spanje. Nee, dat dan. Nee. Ja. Nee. Ja, dat moet hier ergens zitten. Dat ligt daar dus niet. Nou, ga dan maar weer winkelen. Ik weet hetzelfde waar het zit. Ja, ik weet wel waar het is. Hier. Kijk hier. Dit is het. Nou, het was vroeger Joegoslavië. En ik geef u een stokkie. Ja. En dan vraag ik u, ik zal maar bij u beginnen met Duitsland. Oh, waar het land is, bedoelt u? Duitsland. Het zou toch een beetje vreemd zijn dat u niet wist waar Duitsland lag, toch? Ja, dacht ik ook, ja. Spanje. Waar ligt Portugal? Hoor jij, hoor. Moet dat Portugal wezen? Wat? Dit? Nee, Griekenland. De blauwe is de zee. Zee, oh sorry. Hier, dacht ik. Frankrijk, ik dacht hier. Nee, Frankrijk, waar ligt Frankrijk? Dit. Dat is Frankrijk? Ja. Oké, en België dan? Dat ligt erboven. Ben je al eens naar Spanje geweest? Ja. En je weet niet waar je toen heen vloog? Nee. Moldavië. Ongelooflijk. Ja? Je bent echt de eerste die het weet. Toch wel? Ongelooflijk. Ja, maar u heeft natuurlijk ook dat hele gebied een keer bezet, dus u weet het wel. Nou, topografie is niet je sterkste punt. Nee, zeker niet. Maar je hebt twee andere sterke punten, dus wat kan jou het rotten? Zo erg. Nou ja.